We gaan verder met Beryl Doornkamp en Gwendoline Rattan. Ze zijn beide van het bestuur van Plantage Overtoom. Deze plantage heeft op 15 mei aanstaande een activiteit. Denk in Membre Abaydé. Ze hebben de Bigisma voeding paraplantages. De Bekisa gelegenheid voor Beka Moximonica, voor Baywan to plantages. Voor de plantage-eigenaren en ook toe plantage Overtoon Asani Sa. En mevrouw Beryl is voorzitter en mevrouw Rattan is eerste secretaris. Goedemorgen dames en welkom. Goedemorgen. Alles goed met jullie? Ja. Zijn jullie helemaal vanuit plantage Overtoon gekomen vandaag? Nee, vandaag niet. Want we moesten vroeg hier zijn, dus we hebben ons voorbereid daarop. Oké, maandag is een grote dag voor de plantage. Zeker. De hoeveelste koopdag gaan jullie vieren? Want het is iets om te vieren, hè? Jawel, zeker. 126 jaar bij die van Overtoom. Ja, en 126 jaar geleden hebben we enkele plantage leden geld bij elkaar gezet om deze plantage te kopen. Wie zijn de klinkende namen die 126 jaar geleden... Om even terug te gaan. 126 jaar terug. Mm-hmm. Overtoom op zich is eigenlijk zeker 4 keren gekocht. Mm-hmm. Wat een geschiedenis. Tijdens de slaventijd is het 2 keren gekocht. De eerste keer heeft meneer dus Jurang. Mm-hmm. Vandaar dat men vaak de naam gebruikt. In plaats van Overtoom in het Suriname zeggen ze Jurang Kondri. Jurang Kondri. Ja. Oké. Dus het heeft betrekking op meneer Pierre Jurang. Ja. En daarna heeft meneer Jurang weer verkocht van meneer Coupijn. Ja. En meneer Coupijn heeft dan na de afschaffing van de slavernij verkocht van 69 slaven. Toen ex-slaven geworden. Oké. En uit die ex-slaven heb je die klinkende namen. Familie Bel, Menig, Gron, Joval, Hercule, Venetiaan, Van Zeelen, Kappel. Heb ik Venetiaan opgenomen. En nog vele meer, maar 29 namen in totaal. Die mensen hebben dus toen de tijd geld bij elkaar gezet en de plantage gekocht. Ja, dus meneer Jurang en Coupijn waren geen slaven? Nee, ze waren plantagemeesters. Oké, maar... die dag van 15 mei is het startpunt vanaf de slaven het hebben gekocht. Nee, okay. Dan moet ik even, waarom ik zeg 4 keren. Ja. Voor 15 mei is het al een keer gekocht door een deel van diezelfde families, diezelfde slaven. Mm. En 15 mei hebben een ander deel bijgekocht. Wat hebben wij nu gedaan? En dus Overtoom heeft een baidee van 17 januari en een baidee van 15 mei. Oh. Wij zijn dan gaan kijken naar de laatste baidee, want daar hebben we dan totaal een ieder op zich gekocht. Mm-hmm. En hebben gekozen voor die dag. 15 mei 1897. 1897. En de secretaris is belast met de administratie van het bestuur. En u gaat ook een paar mensen uitnodigen voor die dag, voor die belangrijke dag, mevrouw Rattan. Zeer zeker. Ja. Van mijn kant nog uit. Goedemorgen. Het is namelijk zo dat we het tot een onvergetelijke dag willen maken. Aangezien het de eerste keer is dat zo'n baidee gevierd wordt in Overtoom, hebben we gemeend om eigenlijk de dag christelijk te beginnen. Ja. We beginnen de dag met een dankdienst. Dat is om 11 uur 's morgens. En daarnaast hebben we dan ook nog een bloemenhulde. En daarnaast hebben we dan nog het een en ander en dan wordt het feestelijk afgesloten. Ja. Dat alles gebeurt in het centrum van Plantage Overtoom en dat als de meeste mensen het kennen, ze kennen het als de binnenkant van de plantage. Dus als u vanuit Kennedy wegkomt, dan is het dan links van de weg en dan gaat u door naar achter 4,5 kilometer, dan bent u al in het centrum van Plantage Overtoom. Mooi uitgelegd. Ja. Dat feest is voor ieder of is het speciaal voor familie? Nou, om eerlijk te zeggen,
wij van Overtoom, Oelainangam Warang, moet ik zo zeggen. Dus natuurlijk hebben wij opgeroepen families, maar ook al onze vrienden. Want u begrijpt, om terug te gaan, u kent die situatie van Overtoom. En als vrienden niet voor ons daar waren, hadden we misschien vandaag aan de dag ook niet hier kunnen staan. Ja, want de laatste 2 jaar, plantage nog kon zo boom in het nieuws. Ja, klopt. Is dat vraagstuk al opgelost? Want meer is maar bij zeer gronddrappen, dit, dat, die. Misschien op deze dag wil ik niet daarop echt ingaan, want we gaan naar een feest, we gaan met plezier. Maar wat is de stand van zaken? Nou, om terug te gaan daarop. Wij zijn het bestuur dat gekozen is door de nazaten en ook bekend bij dus de federatie van de paraplantages en bij de commissariaat van para. Wat wij nu doen, we zijn bezig zaken op orde te stellen. U begrijpt dat er is heel veel de afgelopen 2 jaren gebeurd en liefst negatief, wat niet mooi is. Dus de richting waarop wij nu koersen is om iedereen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Dat zaken vredelievend opgelost kunnen worden. Ja. Want natuurlijk speelt er nog heel veel. Maar zonder rust kan je niks bereiken. Klopt. Als je geen rust hebt, heb je geen vrede. Ja, ja. Begrijpt u? Dus we moeten die richting opgaan en daarvoor hebben we gekozen. Ja. 4 familieleden, heb ik begrepen, zijn aandeelhouders van de plantage. Bel. Wie? Nee, geen vier, 29. Ja. Oké, dan een biggie familie. Ja, is heel groot. Dat bedoel dat ik, bedoel familie. U klinkende namen van het Sjaan, Hercule, Bel, Menig, Joval, Kappel, Kappaar. Mooi man. Dus, okay. U begreep dat. Purper hart. Mooi Tori. En we gaan de dag beginnen. We gaan beginnen om de Almachtige te bedanken. Bedanken ja. En hoe gaan we afsluiten? Gaan we cultureel afsluiten? Want hoe zagat plantage Overtoom. De man aan de cultuur is aan toe. Ja, het gaat feestelijk afgesloten worden. Okay. We hebben op schema hebben we Go to Money. Ja. En daarnaast hebben we Sangrafu. Oké. Dus en hoe laat beginnen we? We beginnen om 11:00 's morgens. En we sluiten af? Tot bam, tot stemming. Maar dan moet dit, want dinsdag naar ook. Dinsdag is werk, we houden er wel rekening mee. Oké. Okay. Wat voor soort plantages plantage Overtoom? Wat is zo apart? Om eerlijk te zeggen, plantage Overtoom was een suikerplantage in het begin. Ja. En later werd het uitgebreid naar een houtplantage. Ja. Ja, als je praat over hout, word ik een beetje bang. Dat lijkt me ook goed hoe doe je erop. Nee, dingen gaan ordelijk gaan, zoals het moet. Okay. Dus we hebben een houtplantage, we hebben veel houtsoorten. En dat is die goodoe van plantage Overtoom. Ik heb begrepen in de jaren terug dat er ook bauxiet daar werd ontginnen. Okay. Maar de laatste jaren hebben wij dat niet meer meegemaakt. Mm. Dus het was voor een tijdje. Ja, en, maar als men een dag wil komen wandelen als stedeling, men wil die plantage bezoeken, welke bezienswaardigheden kan men daar tegenkomen? Oké. Wij zijn nu pas dit bestuur heeft dan nazaten aangetrokken om te gaan werken aan orde. Mm-hmm. Want u begrijpt, Overtoom is een hele traditionele plantage, zoals u ook zei. Die bigismas hebben bijvoorbeeld ons toegebracht van Uapwaliba drape, Paraliba, die stroom daar. Maar om eerlijk te zijn, ik heb nooit echt mensen zien zwemmen. Ik ben wel zelfs al daar gebaat. Je gaat wel baden. Ja. Er is een plek daar die Umalampe wordt genoemd. Mm-hmm. Daar gaan specifiek de vrouwen. Mm-hmm. En ik heb dus daar mensen zien baden. Ik heb begrepen, vroeger werd er ook kleren daar gewassen specifiek. Alleen de vrouwen mochten daar. Ja, echt voor de vrouwen. Umalampe. Ja. Oké. En
Dus dat u begrijpt, wij als mensen die vanuit de stad komen of toeristen, wij zijn nu mogelijkheden aan het creëren dat die mensen zich ook aangetrokken kunnen voelen. Ja. Want de plantage heeft wel heel veel goodies, maar er is in de afgelopen jaren niet echt, ze zijn niet goed gebruikt, moet ik zeggen. Ja. Dus wat wij nu doen is de mensen stimuleren van, kijk na zaten, u hebt de mogelijkheid, doe het. Ja, en mevrouw Ratan, ja, dus moet de manting in mijn onkel na overtoom, af mijn start mij wat ik meer kon, nyang, biri, alasan de vendra petapadi dat. Ja, en aan het begin, dichtbij een centrum, gaat er naar twee heren daar staan. Ja. Momenteel zijn we ook bezig om gelden te verzamelen voor een monument. Ja. Overtoom heeft geen monument. Oké, okay. En dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Dat is eigenlijk het ziel van Overtoom eigenlijk. En daarbij als jongeren willen daaraan werken. Ja. Dus er gaan dan mensen daar zo staan. Een kleine bijdrage is dan ten bate van onze monument. Ja. En daarna komt u naar binnen. U gaat dan plaatsnemen. We gaan dan beginnen met onze kerkdienst. Ja. Na onze kerkdienst dan, en dan gaan we dan verder. Voor de rest van de dag gaan er eten en drinken verkocht worden, versnaperingen. En, mensen gaan dossiers verkopen, en, zuurgoed, snoepgoed, en, gestoofde dingetjes. Ja. Alles zijn nog wat. Dus alle lekkernijtjes die in Para te verkrijgen zijn, kan men daar kopen die dag. Ja. Welke hoogwaardigheidsbekleders heeft u uitgenodigd? Momenteel zijn uitgenodigd de vicepresident van Suriname, de heer Ronnie Brunswijk. We hebben op schema hebben we de DNA-leden, mevrouw Patricia Etnel, de heer Ivanildo Plein, mevrouw Vreedzaam, de heer Kodimusu en meneer Kensenhuis, Patrick Kensenhuis. Dat zijn de DNA-leden van Para. Verder hebben we dan ook nog de federatie van paraplantages en leden uitgenodigd. Dat wil zeggen alle andere voorzitters van de plantages, van andere plantages. Ja. En daaraan gekoppeld hebben we ook de heer Mijn uitgenodigd. Oké. Okay. U bent de DC toch niet vergeten? Nee, zeker niet. Sorry. De DC ook. En de leden, de commissarissen. Ja. En iedereen is vrij om die dag aanwezig te zijn. Ja. Heeft u nog wat aan te vullen? Ja, wat ik wil aanvullen. Natuurlijk is iedereen vrij om daar te zijn. Maar wij roepen dus een ieder op om met plezier naar de naartoe te komen. En er is een pangi gekoppeld aan de dag. Die pangi is helaas bij de Kirpelani winkels uitverkocht. Maar gisteren hebben wij dus ergens gevonden waar het nog overvloedig is. Een winkel tegenover EBS aan de Saramakastraat. Je bent een reclamaar, je moet je naar rekening komen. Ja. Dus het gaat niet specifiek om reclame, maar wat makkelijker is. Ja, maar die kleur is kleur, belangrijk. Ja. En als, u daar, als de mensen daar aankomen, kunnen ze alleen zeggen plantage Overtoom, wordt ze die pangie gewezen. Want wij krijgen welke kleur? We hebben een pangie genomen in de kleuren van de Surinaamse vlag. Ja. Rood, wit, geel en groen. Waarom? Wij vinden dat Para Overtoom een deel is van Suriname. We gaan niet een andere kleur gaan gebruiken, maar we houden het gericht in de richting van onze Surinaamse systeem, ja. Oké. Okay. Goed, hebben jullie alles gezegd? Wat moet er nog bij? Nog hierbij, als het mag. Ja. Hierbij wil ik de totale Surinaamse bevolking oproepen om Plantage Overtoom zijn of haar ID te komen vieren op 15 mei vanaf 11 uur 's morgens. Ja, voorzitter, we gaan afsluiten met u. Ik bedank u dat u ons de gelegenheid heeft gegeven om hier aanwezig te zijn. Maar aanvullend wil ik zeggen, in het bijzonder alle nazaten, Overtoom Ching, Shulam Ching, Asikasai Kondrip Ching, Miwan Beguno, Takfukanga, Alla Prisiriko Wakano Baka, want na un day, en tewe kong, dat wakanga wan broemchi inu anu, asa mooi efu wakanga wan kretong inu anu, ku ter den bigi wan funu, tak den grani nanga tangi, tak den mekushadi disi, want wi ala mala etaki den bigi wan funu, bai pai, ma da man so den tutaki, u den de dankbaar we tak den tangi, fudi den bai pai. Dat was Overtoom, 15 mei vanaf 11 uur.
Ja. Ja. Mooi te horen. Dan hoe jullie dat ook toe, mensen, hoe go vier afwees naar de nazaten voor Overtoon. En de hele geschiedenis, de geschiedenis Brady. Het moet nog worden vastgelegd in de boeken, zodat de bakapching kan sabi. Maar u bent ook lid van de Federatie van Paraplantages. En ik heb een brief gezien dat de federatie heeft aangegeven dat ze de bewoners van Pikisarong ondersteunen in hun strijd richting grondrechten. Waarom hebben jullie deze move genomen? Nou, u begrijpt het. Bigisma botakiti mat barbei bromi im nat difio. En Pikisarong is in para. En if wasane dua matifi, hoe gaat het zijn? Je moet achter ze kunnen staan. Ja. Natuurlijk, je go onderzoek, zei de meka probleem met de mati, maar te in de kaliba mati in de steek. In knap in bakka, in krak in bakka, voor verandering kan komen. Met jaar en zo, zoals voor deze maar ook toe kan begrijpen, want ik ben een voorzitter voor een paar nasi, met dat alle die, dat ik goed doe, want ik ook in mijn oost context zomaar. Ja. If me no give you informatie of sma uit me also no give you informatie of no tak bepaalde tori, you know, contact me goed zomaar. Ja. Dus, lek bestuur voor Overtoom, nanga a federatie, u go ervan uit dat u moest knap na Pikisarong bakka, voor voorkom dat die na de trapper nasi. Ja, abong, grand tangi van uitleg die si missie Beryl Dorenkamp en mi brengen nanga ikon. En we hopen dat de smakjes morgen uitleg abra afessa en abrivi voor afederatie voor een paraplantage.